Een bezoekje aan de Oosterpoort is afgelopen vrijdag niet zo soepel verlopen voor de koningin. Beatrix struikelde voor een concert van het Noord-Nederlands Orkest over de Rode Loper. Dit was voor de slechtziende Joyce Flapper de aanleiding om de koningin een brief te sturen. Voor veel blinden of slechtzienden is de valpartij van de koningin dagelijkse kost. Ik zag het op het journaal en toen dacht ik direct van de koningin ervaart nu iets wat veel slechtzienden eigenlijk dagelijks ervaren. Dat er oneffenheden zijn en waar je over struikelt. En toen dacht ik, ik moet hier een brief nu over schrijven. Dit is het juiste moment. Ja, het is een prachtige aanleiding. En hier is dan een rode loper neergelegd. Als je een rode loper ergens neerlegt, moet je dat eigenlijk helemaal op een vlak terrein doen. En geen oneffenheden erin hebben. Er is hier over een stoep heen gelegd. En dat is vragen om struikelpartijen. Joyce Flapper heeft al vaker geprobeerd de problemen van blinden en slechtzienden onder media-aandacht te brengen. Het is sowieso van belang dat bijna een half miljoen mensen die slechtziend zijn, je merkt ze niet op, want je ziet het niet. Je ziet het aan mij ook niet dat ik slechtziend ben. Maar voor blinden en zeer slechtzienden die met een stok lopen, dat zie je wel. Maar er zijn nog veel en veel meer mensen die lichter slechtziend zijn, maar van obstakels op de wegen heel veel last hebben en vaak daardoor valpartijen krijgen. En wat kan hier bij het gebouw van de Oosterpoort beter? Nou, ten eerste, als je de koningin uitnodigt en je legt een loper hier neer, snij die loper gewoon in stukken, dat je alleen maar op vlakke, effen gedeeltes doet. En dat je namelijk een onderbreking maakt op het moment dat je een stoepje moet nemen. Dat het gewoon duidelijk is dat daar een stoepje zit. En dat de koningin de volgende keer niet hoeft te vallen. Maar in zijn algemeenheid, stoepen zouden gewoon een contrasterende rand moeten hebben. Meestal zijn ze donker. Dus maak daar een witte streep op. En ga dan met de dikte rekening houden, ook met de hoogte, ja, van de stoep, zodat je dat kunt zien. Want wegen zijn wel goed belijnd, maar fietspaden en stoepen vaak helemaal niet. In uw brief zei u dat de spoorwegen het wel goed doen. Kunt u daar een voorbeeld aan geven? Nou, je kunt het hier gewoon zien. Als je hier aankomt lopen, dan zie je direct dat hier een obstakel is, wel een trap. Je ziet onmiddellijk dat hier de trap begint. En op elke tree staan ook een paar stippen om aan te geven dat daar weer een tree begint. Als er veel reacties komen op zo'n brief, dan hoopt hij dat organisaties en bedrijven in de toekomst ook meer voorzieningen zullen treffen voor blinden en slechtzienden. Kijk, als jij struikelt of ik struikel, dan trekt niemand zich er wat van aan. Maar als de koningin struikelt, dan heeft iedereen daar compassie mee. En ik probeer nu die compassie wat door te trekken naar de slechtzienden. Die in feite altijd met die problematiek zitten, waar de koningin nu eventjes mee geconfronteerd is.